Belmondo. Laten we onze reis door het rampgebied in Azië beginnen op het dak van de wereld in Leh. De hoofdstad van Ladakh in het uiterste noorden van India, aan de voet van de Himalaya. Als je Ladakh en de hoofdstad Leh googelt, zie je onbeschrijfelijk mooie beelden van de Himalaya, die bergreuzen met witte toppen, het smeltwater dat via de kleine bergriviertjes naar beneden sijpelt. Nathalie Liekops is net terug van een verblijf van 2 maanden bij een familie daar. Nathalie Liekops, goedemorgen. Goedemorgen. Welk beeld blijft bij jou hangen als je denkt aan Ladakh voor de ramp? De blauwe lucht, helder blauwe lucht met hier en daar een klein wolkje. De groene valleien met de kleine, schattige, heldere stroompjes. De warme mensen met de warmste glimlach van de wereld. Je was er tijdens de nacht van 5 op 6 augustus. Wat is daar toen gebeurd? Toen zijn er een reeks wolkbreuken geweest. Boven en rond Leh. Leh is de hoofdstad van Ladakh. En die wolkbreuken hebben gigantische modderstromen veroorzaakt. Die hebben dus de modder van op de bergen meegesleurd door de valleien en hebben alles op hun weg meegesleurd, vernietigd en bedolven onder de modder. Ja, de Indiase media noemen het gebied ondertussen India's Ground Zero, dus de ellende daar is ook echt wel enorm. Ja. Kan je omschrijven wat daar dan precies allemaal is weggespoeld? Het ergste troffen is Choglamsar en het nabijgelegen dorpje Sabu. Die zijn eigenlijk bijna volledig van de kaart geveegd. En hoe komt het dat die huizen geen stand konden houden bij dit weer? Wel, traditioneel gezien is Ladakh heeft een zeer droog klimaat. Ze spreken ervan het koude woestijnklimaat, omdat er normaal gezien maar 50 mm regen per jaar valt. Dus hun huizen zijn daar ook op voorzien, op dat extreem klimaat van min 30 graden in de winter en in de zomer 25 graden. Dus die huizen zijn gebouwd met een soort van modderbakstenen, gedroogde modder. Als het regent, houdt dat geen stand. Natuurlijk, ja. Dus die huizen zijn gewoon verworden tot modder. Ja. En daar blijft niks van. Maar zelfs ook de betonnen huizen zijn ook weggeveegd of volledig ingestort waar de modderstroom is voorbijgekomen. Ja. Maar hoe lang heeft die regenbui daar dan geduurd? De regenbui zelf heeft maar goed anderhalf uur geduurd. Ja. En ik heb mensen gesproken uit Choglamsar die zeiden op 20 minuten tijd was alles hier verdwenen. Alles weg. Ja. Waar was jij zelf op dat moment? Ik was op 20 kilometer buitenlijn, een klein dorpje dat Fey heet. Wij zaten daar vrij veilig. De gebouwen waren alleszins vrij veilig. Maar een beetje verderop, nog geen 100 meter verderop, was zo'n klein schattig stroompje omringd door groene bomen. Dat normaal gezien maar tot aan mijn enkels kwam. De dag ervoor ben ik er nog in gaan staan voor afkoeling. En dat kwam nog niet tot aan mijn enkels. 'S Nachts was dat meters hoog. Ja. En de grond rondom daverde gewoon. Ja. Wat gebeurt er dan na zo'n regenbui, als het terug warm wordt met zoveel modder? De modder droogt op en wordt keramiek. Keihard. Keihard. Na 3 dagen was alles keihard. Enig idee of daar mensen in die modder zijn blijven steken? Ongetwijfeld. Ze hebben de eerste dagen heel veel mensen echt uit de modder gesleurd. Maar er waren nog zeer veel vermisten de dagen daarna, nu nog steeds. Er was het verhaal in de Indiase media dat er een lijk, een lichaam vanuit die streek, vanuit het noorden, vanuit Ladakh, helemaal via de Indus naar beneden is gestroomd. Wat weet jij daarvan? Het is een week na de ramp op de televisie gekomen, dus ik veronderstel ook een week eigenlijk pas dan na de ramp toegekomen of aangespoeld in Pakistan, over de grens. Ladakh ligt ook wel tegen Pakistan. Aan de grens hebben ze het lijk terug naar de Indische kant. Wat wel bijzonder is, want de relaties tussen Pakistan en India zijn niet wat je noemt vriendschappelijk. Niet echt. Het knelpunt is natuurlijk Kashmir, wat deel uitmaakt van dezelfde staat als waar Ladakh toe behoort en net onder Ladakh ligt. Maar India heeft ook met de Pakistanse ramp nu geld gestort.
zelfs, denk ik, voordat ze voor hun eigen Ladakh geld hebben vrijgemaakt, hebben ze toch voor Pakistan ook geld vrijgemaakt. Wat toch een positief teken is gezien de situatie, ginder. Ja. Hoe ziet de toekomst eruit? Want de winter staat voor de deur, komt al vrij vroeg. Hè? In oktober begint het al echt koud te worden daar. Ja, in oktober begint het echt al te vriezen. In september zelfs begint het 's nachts al te vriezen. Huh? In oktober begint het overdag ook al te vriezen en begint het stilaan te sneeuwen. Om heel kort daarna een heel strenge winter te hebben van min 20, min 30 graden. Nu zijn die mensen gehuisvest in tenten, hoog op de berg, want ze durven niet meer in de vallei blijven. Mm-hmm. Maar dat kan natuurlijk niet blijven duren als het min 30 graden is. Overleven die mensen niet in een tent. Mm-hmm. Wat ga je zelf doen om daar je vrienden en je familie te helpen? Ik heb zelf een geldinzamelactie opgezet om zoveel geld als ik kan in te zamelen. En over te maken aan een lokale organisatie. Mm-hmm. Voor mij is het heel belangrijk dat het geld naar een lokale organisatie gaat en dat het bij de mensen zelf zo snel mogelijk, zoveel mogelijk terechtkomt. Mm-hmm. We zetten alle informatie over jouw actie op onze website radio1.be. Even doorklikken naar Belmondo. Nathalie Likops, ik wens je heel veel succes met de hulp voor Ladakh en de buurt daar rond. Dank je wel.